En paragraaf 3.10 gaat over het klimaatbeleid. De laatste uitleg die ik jullie heb gegeven ging over klimaatverandering en de impact van klimaatverandering op ons als mens. Impact op de maatschappij, impact op de economie, dus al die zaken zijn aan bod gekomen. En in deze paragraaf kijken we specifiek naar klimaatbeleid over en tegen klimaatverandering. Nou, waar wil ik met jullie naar kijken? 4 dingen. Allereerst thema risicoanalyse. Wat is nou eigenlijk een risicoanalyse en hoe maak je die als voorbereiding op klimaatverandering? Ruimtelijke afwenteling, wat is dat? Klimaatmitigatie en klimaatadaptatie. Ook dat zijn hele belangrijke begrippen in het verhaal als je het hebt over het maken van klimaatbeleid. Nou, eerst maar eens kijken naar risicoanalyses. En daarvoor heb ik een risicomatrixje opgezocht. En dit is een matrix die je eigenlijk in alle gevallen kunt gebruiken als je het hebt over het maken van een risicoanalyse. Nou, in het geval van klimaatverandering is het heel erg belangrijk te kijken naar, oké, welke risico's hebben wij nu? Waar lopen wij de meeste kans? Wat hebben we de grootste kans op problematiek als het hebt over klimaatverandering? Nou, we weten zeespiegelstijging als oorzaak van stijgende temperatuur op aarde en smeltend landijs. Kansen op extreem weer. Denk even terug aan de foto's die ik heb laten zien in Italië, Gardameer, de gevolgen daar. En mondiale onrust door voedselschaarste. Dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Op het moment dat er steeds meer misoogsten zullen ontstaan, is de kans natuurlijk groot dat er bepaalde gebieden gewoon geen eten meer hebben. Waar zijn dan die risico's het grootste? Arme landen en in kwetsbare gebieden. Nou, als je dan zo'n risicomatrix bekijkt, dan kun je eigenlijk aan de hand van een tabel zien van waar is die kans op zo'n groot risico nou het meest aanwezig. En stel je nu voor, we wonen in een land onder de zeespiegel, wat we natuurlijk doen, dat weten we. En wat is dan de kans op een overstroming? Nou, we hebben in Nederland op basis van risicoanalyses bepaalde locaties aangewezen die maar 1 keer in de 100.000 jaar zullen overstromen. Dus in dat geval is de kans klein. De kans op een overstroming is daar klein. Maar vaak is het gevolg van zo'n overstroming heel erg groot of zelfs ernstig. Omdat bijvoorbeeld de Randstad natuurlijk het drugsbevolkte gebied is van Nederland. Dat betekent dus dat je maatregelen moet gaan treffen om het gevolg acceptabel te maken. Dus hoe kun je er nou voor zorgen dat als die overstroming plaatsvindt, de gevolgen voor dat gebied acceptabel zijn? Nou, dat is dus het moment dat je beleid moet gaan maken en aan de hand van dat beleid ervoor zorgt dat als die overstroming daar zou plaatsvinden, die kansen dus relatief klein zijn. Nou, je wil eigenlijk voorkomen dat je te maken krijgt met welke situatie dan ook in een ongewenste of een onacceptabele situatie. En op basis daarvan wordt er in Nederland klimaatbeleid gemaakt. Dus het klimaatbeleid in Nederland is gegrondvest op onderzoek naar overstromingskansen. Maar niet alleen overstromingskansen. We kijken natuurlijk ook naar droogte. En in het geval van droogte valt alleen onacceptabel, zeg maar, als belangrijkste punt aanwezig. Want ongewenst is dat je te weinig water hebt om je tuin te sproeien. Maar ja, jammer dan. Jammer van die tuin. Het is onacceptabel als we te weinig drinkwater hebben. Dus het beleid richt zich dan op het maken van drinkwater. Daar moet je je dan dus op richten. Dus je ziet dat het ook nog eens afhangt van welk onderwerp je centraal zegt. Nou, bijvoorbeeld, ander voorbeeldje, extreem weer. En extreem weer is een groot probleem, want daar kun je niks tegen doen. Dat komt er gewoon. Waar je een overstroming nog kunt voorkomen, bij extreem weer kun je niets doen. Dus in dat geval is de kans op extreem weer weliswaar weer heel groot, want dat is een gevolg van klimaatverandering. Wat wil je daarmee voorkomen? Nou ja, je wil eigenlijk voorkomen dat er dodelijke slachtoffers gaan vallen als gevolg van extreem weer. Dus dat betekent dat je moet gaan kijken naar een groot gevolg. In dit geval zeggen ze ongewenst, maar eigenlijk vind ik dat onacceptabel. Dus in je risicomatrix, moet je rekening houden met de gevolgen van zo'n situatie. Dit is natuurlijk een globaal voorbeeld en dit is een risicomatrix die je kunt gebruiken voor
allerlei soorten problemen. Voor bosbranden, maar ook het instorten van een huis in Groningen als gevolg van gaswinning. Overal worden risicomatrixen voor gebruikt. En nou ja, je ziet dat op die manier je vrij eenvoudig kunt inschatten van oké, wat is de situatie en wat kunnen we eraan doen? Dit is een voorbeeld van een risicomatrix, maar je kunt hem zo uitgebreid maken als je zelf wil. En ik vond dit het mooiste voorbeeld, omdat deze ook gebruikt worden bijvoorbeeld voor, als je het hebt over overstromingskansen voor bepaalde gebieden, dan hebben ze vaak een kaart waarop je kunt zien van oké, één keer in de 100.000 jaar, één keer in de 10.000 jaar. Nou, aan de hand van je risicomatrix kun je dan zeggen van oké, wij zeggen dat bij zo'n geval ongewenst is, op zo'n geval onacceptabel, maar het hangt wel af van de situatie. Niet per se. Het begrip risicomatrix wordt wel gebruikt in het boek. Maar ik dacht dat het handig is om het te laten zien. Zodat, op wat voor manier je eenvoudig kunt vaststellen hoe risicoanalyses gemaakt worden. Nou, als je het hebt over bijvoorbeeld klimaatverandering. Nou. Dan komt er bij ruimtelijke afwenteling. Klimaatverandering komt overal op aarde voor. Maar het wordt niet door iedereen even sterk gevoed, zou je kunnen zeggen. Dus je moet heel erg goed kijken, waar is het effect van klimaatverandering nou het grootste? Nou, uiteraard in arme gebieden. Want wij als rijke landen hebben natuurlijk veel meer mogelijkheden om maatregelen te treffen, aan de hand van zo'n risicomatrix, om de effecten te verkleinen. Je pakt de bron niet aan, maar wij kunnen wel ervoor zorgen dat de kans op een overstroming minder groot is. Of de effecten van intense neerslag minder groot is. Maar onze consumptie zorgt er wel voor dat er in bepaalde landen, in bijvoorbeeld Afrika, maar ook in Azië, extreem veel uitstoot in de atmosfeer terechtkomt. En wij wentelen onze uitstoot af op landen die daar niets aan kunnen doen. Dus dat betekent eigenlijk dat de gevolgen van ons handelen effect hebben op arme landen of landen die in ieder geval niet in staat zijn om zich te beschermen tegen de effecten van ons gedrag. En dat noem je ruimtelijke afwenteling. Het als het ware verplaatsen van de gevolgen naar gebieden die er eigenlijk niks aan kunnen doen. Het is natuurlijk zo dat klimaatverandering grotendeels door ons wordt veroorzaakt, omdat wij natuurlijk veel consumeren en consumptie zorgt over het algemeen voor productie. Productie zorgt voor uitstoot. Belangrijk is dat je begrijpt dat wij als rijke landen de bron zijn, maar dat dit niet per se in centrumlanden gebeurt. Want wij hebben natuurlijk allerlei milieuregels. Wij moeten voldoen aan klimaatverdragen. En daardoor doen wij weer aan uitschuiving. En dan kijk je eigenlijk naar globalisering. Want doordat wij gebruik maken van de lagere inkomens in die armere landen, wentelen we ook die manier het probleem af. Dus je ziet eigenlijk dat wij hier in Nederland zo schijnheilig zijn als de pest met onze zonnepanelen en warmtepompen en alles. Maar de productie daarvan vindt niet in Nederland plaats, maar ergens in Azië of in China of in Afrika. Dat is ook ruimtelijke afwenteling. Dus eigenlijk zouden wij, als we dat echt goed willen doen, dat ook in Nederland moeten doen met de Nederlandse milieunormen, met Nederlandse regels, om dit te voorkomen. En dat er dingen veranderen kun je hier heel mooi zien, hè? Verandering van temperatuur in Afrika. Kijk even naar de effecten. Een enorme stijging van temperatuur in de laatste helft van de 20e eeuw en het begin van de 21e eeuw. Is dat veroorzaakt door ontwikkeling in Afrika zelf of door ontwikkeling in het Westen of in China? Dat zijn dingen waar je risicoanalyse en matrix ook weer voor kunt gebruiken. Nou, dat is ruimtelijke afwenteling. Dan klimaatmitigatie en klimaatadaptatie. Dit zijn twee begrippen die eigenlijk heel erg dicht bij elkaar liggen. Maar het grootste verschil is dat bij klimaatmitigatie je beleid maakt om te kijken naar de bron van het probleem. In Nederland zijn wij heel erg goed in het aanpakken van gevolgen. Maar de bron, de uitstoot van stikstof, de uitstoot van methaangas, de uitstoot van CO2,
wordt nog steeds maar op beperkte mate aangepast. Aangepakt, moet ik zeggen. Dus als je het specifiek hebt over klimaatmitigatie, moet je eigenlijk gaan kijken naar bijvoorbeeld hernieuwbare energie, maar dan zo hernieuwbaar dat die ook het maakproces duurzaam is. Dus dat er niet stiekem in het buitenland nog weer heel veel CO2 wordt uitgestoten voor het maken van ons zonnepaneel. Het efficiënt maken van industriële processen. Denk even aan hoogovens, Tata Steel IJmuiden. Stoot gigantische hoeveelheden aan broeikasgassen uit. Maar dat willen we niet. Dus als je het hebt over klimaatmitigatie, moeten zij niet hun CO2 gaan afvangen. Nee, ze moeten een andere bron van energie gaan gebruiken. En dat natuurlijk niet elektriciteit afkomstig uit een steenkolencentrale, maar elektriciteit uit een duurzame bron. Eco-friendly transportation, ofwel het gebruik maken van duurzaam transport. Je kunt je afvragen of een elektrische bus, zoals Reis hier dacht te proberen, zo duurzaam is als de bussen geïmporteerd zijn uit China. Hoe schoon zijn die bussen? Rijden ze op groene stroom of rijden ze op kool, kolen-elektra? Ook dat past bij klimaatmitigatie. Dan heb ik nog één, de laatste. Er staat de seasonal eating. Moeten wij wel sperziebonen willen eten die uit Marokko geïmporteerd worden? Of kunnen we gewoon een seizoen zonder? Transport stoot CO2 uit. Is een probleem. Ja. Is de drie-laag-strategie een vorm van adaptatie? Ja, in de drietrapstrategie hebben we inderdaad, zijn we bezig met het aanpassen aan verandering van klimaat, maar passen we niet de bron aan. Nee, ja, dus dat klopt. Je hebt inderdaad de drietrapstrategie, maar ook de drie-laag-strategie was er toch? Dat je omgeving eigenlijk aanpast, dus dat je dan hoger gaat bouwen, dijken eromheen bouwen. Ja, dat hoort gewoon bij de drietrapstrategie, maar dan in stedelijk gebied. Okay. Maar dat hoort tot de drietrapstrategie. Okay. Je ziet dat er ook overlap bestaat. Voordat we naar klimaatadaptatie gaan, zie je hier in het midden vergroten van groene gebieden. Wat voorkom je hiermee? Denk aan hitte-eilanden in steden. Dus gebieden die heel erg warm worden als gevolg van klimaatverandering. Plus dat je door het planten van bomen CO2 kunt opnemen. Dus je doet daar twee dingen in één. Awareness raising, ofwel, wij moeten ervoor zorgen dat wij meer kennis krijgen van het probleem. Hoe kunnen wij ons nou verbeteren? Besparen op water en energie, nou, daar zijn we in Nederland heel goed mee bezig. De afgelopen jaren is er veel minder water en veel minder energie verbruikt. Maar dat had meer te maken met het feit dat de prijzen heel erg hoog waren. Zou dus een oplossing kunnen zijn. Ik denk dat als mensen ineens een euro per liter water zouden moeten gaan betalen in Nederland, in plaats van 35 cent per 1000 liter, dat best wel gevolgen zou hebben voor de waterconsumptie in Nederland. Misschien is dat wel een oplossing, zou je kunnen zeggen. Maar goed, we moeten dit allemaal doen. We hebben natuurlijk ook te maken met klimaatadaptatie, want we kunnen niet altijd de bron aanpakken. Als je gewassen gaat telen die ofwel genetisch gemanipuleerd zijn, wat natuurlijk niet altijd positief is, je kunt dat gelukkig ook doen door ze te kruisen. Zodat ze minder water nodig hebben, prima. Probleem los je dan daarmee deels op. Dan krijgen we dat probleem van die voedseltekorten niet. We moeten ervoor zorgen dat de kustgebieden veilig blijven, zodat bij een stijgende zeespiegel we daar geen problematiek krijgen. Dat kun je doen door een dijk van 10 meter te bouwen. Maar je kunt natuurlijk ook, en daar wordt serieus over nagedacht, voor de Nederlandse en Vlaamse kust, Belgische kust, een soort waddengebied aan te leggen, waardoor je dus te maken krijgt met natuurlijke bescherming. Jullie zijn excursie geweest, denk heel even aan het kustgebied, met natuurlijke zandsuppleties en al dat soort zaken. We moeten ons bezighouden met het voorkomen van ziekten die als gevolg van klimaatverandering zouden kunnen ontstaan. En hoe kunnen we er nou voor zorgen dat onze stedelijke gebieden beschermd zijn? Nou, denk even aan kampen waar ze maatregelen hebben getroffen om hoogwater tegen te gaan door verplaatsbare barrières in die stad aan te leggen. Maar ook, en wat is op zich ook al een positieve oplossing, ze hebben ten zuiden van Kampen de Groene Rivier aangelegd, het Revendiep, die het water kan afvoeren van de IJssel onder Kampen door naar, ik meen het Veluwemeer. In ieder geval, het wordt afgevoerd op een andere locatie. Dus, wat is klimaatadaptatie? Wij passen ons aan het veranderende klimaat. Nou, een paar voorbeelden. Klimaatadaptatie, wat zien we hier? Weet iemand nog hoe je dit ook alweer noemt?
Een wadi, precies. Hè? Een gebied wat kan dienen om water op te vangen en vervolgens te laten infiltreren in de bodem. Nog een plaatje. Nou ja, hier zie je eigenlijk precies hetzelfde. Je ziet nog wat meerdere zaken. We hebben hier groene daken, zorgen natuurlijk voor infiltratie. Je ziet een wadi. Je ziet aftappen, moet ik zeggen, van regenwater zodat het de grond in kan. Je ziet een regenton. Dit zijn natuurlijk allerlei maatregelen die bij klimaatadaptatie horen. Nog een foto van zo'n wadi. Dit is een combinatie, want hier kun je als kind ook gewoon spelen. Dus als het lekker droog wordt, heb je meteen een mooi speelterrein. Je ziet hier een daktuin, een mooi beeld van hoe kunnen we er nou voor zorgen dat ten eerste we minder hitte hebben. Die planten absorberen de warmte veel minder dan een zwart dak. Gebruiken het, zetten het om, gewoon in zuurstof. Denk even aan de fotosynthese. Groene gevels zie je ook steeds meer. Dus wat je hier heel sterk ziet, zo'n gemetselde gevel, zo'n glazen ruit, wordt steeds vaker omgezet in iets met beplanting, met groen. Ook weer om dit te voorkomen. Goed, tot zover. Ik hoop dat je een beeld hebt gekregen wat de verschillen zijn tussen klimaatmitigatie en klimaatadaptatie. Maar nog belangrijker misschien is wel, begrijp dat een risicoanalyse essentieel is om überhaupt beleid te kunnen maken. Als wij geen analyse zouden doen, dan zou het misgaan. En dat is natuurlijk onwenselijk, want wij wonen nou eenmaal onder de zeespiegel. En ja, we hebben te maken met klimaatverandering. Dus wij zullen ons op een zekere manier moeten beschermen. Dat was het.